Ondanks de regen trokken vrijdagavond zo'n 40 Zoeterwoudenaren naar de tribune van voetbalvereniging SJZ. Onder leiding van sportformateur Jorrit Smit zetten verschillende sportaanbieders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente hun handtekening onder het Zoeterwoudse Sportakkoord. Nou, het Sportakkoord is een landelijk initiatief en het gaat erom dat we subsidie kunnen krijgen voor het opstellen van een sportakkoord en daar zijn een aantal doelstellingen. We hebben bijvoorbeeld de inclusiviteit qua sport en bewegen. Een doelstelling is van jongs af aan goed bewegen. Dan hebben we nog een aantal doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van toekomstbestendig maken van sportvoorzieningen. En dat moet uiteindelijk leiden tot uitvoering. We hebben een formateur gehad, Jorrit Smits, en die heeft het akkoord samen met alle partijen, dus dat zijn allerlei verenigingen en sportaanbieders, is dat sportakkoord samengesteld. Die mensen hebben zich ook gecommitteerd. Die hebben net ook de handtekeningen geplaatst onder het sportakkoord. En de volgende stap is dat we het gaan uitvoeren en dan is er een zogenaamde combinatiefunctionaris en daarvoor hebben we ook Jorrit gevraagd om dat te gaan doen. En dat is de volgende stap en daar gaan we nu aan beginnen. Hans, je hebt net getekend. Waarom heb je getekend? Robert, ja, ik sta hier namens een hele groep ouderen, fietsmaatjes Zoeterwoude. Dat is met name een groep die zich, of fietsmaatjes richt zich met name op het fietsen met ouderen. Mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. En wij vinden het heel erg belangrijk dat ook de ouderen in beweging zijn en komen. Dus vandaar dat ik dit project van harte ondersteun en daaraan meedoe. Ja, een handtekening is makkelijk, hè? Die zetten. We zijn in het voorjaar met die partij in gesprek gegaan. Van hey, wat zouden jullie nou anders zien of beter zien? Dus dat is in het sportakkoord gekomen. Daar had ik ideeën over, maar het zijn niet mijn ideeën. En daar hebben ze vandaag voor getekend dat we er ook mee aan de gang gaan. En ik vind eigenlijk, ja, dat weer, dat is natuurlijk nooit leuk. Maar het is ook wel ludiek. Ik denk over 2 jaar als je zegt van, hey, weet je nog dat tekenmoment in de regen? Dat meer indruk heeft gemaakt in deze kantine of in deze tribune bij SJZ. Dat meer indruk heeft gemaakt dan wanneer we ergens in een commissiekamer hadden gezeten. Dus ook wel erg leuk en erg trots.